Dus wij zitten nu in de bus en wij zijn onderweg naar de pistes. Hoe heet eigenlijk dat gebied waar we gaan snowboarden? I found you, girl, I like being around you. But like I'm bound to. Maar Fortran is nog een mountain. Maar het is echt een mountain. En dan gaan we even lekker snowboarden in één dag. En het is nu dus, wat is het, 7 uur of zo? Ja, het is bijna 8 uur. En dan gaan we snowboarden tot 4:30, want het is ook weer 4:30. Yeah! Ik heb er zo zin in. Ik heb nog nooit in mijn leven gesnowboard. En dan vandaag ga ik dat eindelijk doen. Dus ik mag een van deze knappe Koreanen. Dus ik mag een van deze knappe Koreanen of wie dan ook even uitkiezen om mij te helpen. Nou, die zie je ook veel. Het ziet er gewoon nu al uit als wintersport, zie je dat? Die lucht is helemaal wit. We hebben een broek gekregen, we hebben schoenen gekregen, een jas gekregen, handschoenen gekregen. A.K.A. Guka. A.K.A. Guka. Sivan. En Jimmy. Hey Jimmy. Hey Jimmy. En Jimmy. Zo. Yes. Zal ik hier erop gaan? Dus, dit is mijn snowboard. Yes. Jagger. Toen ja. Wacht even, ik ben even met je op. En dit kind. Waarvan alle ritsen steeds losgaan. Dus, en wij gaan zo lekker. En daarachter is dus de piste. Of course! Of course! Sorry, maar ik weet niet wie nou de lidste is hier. Oké. Zie wat binnen? Oh, ja. Dat is dus onze berg. Ik durf bijna niet te laten zien. Dus wij zijn nu op de piste, of wat je de piste kan noemen. Dit is mijn tutor, gewoon mijn voedouw. Hey. Sivan, Azina. Yay! Oh, meiden. Ja, klap. En iedereen valt overal, iedereen. So, we are now on top of the hill. I'm with Asina. Yeah, I'm trying. She's trying to fix her shoe, but it's not working as usual. Mine is also not working. But Chunyap is now helping us. So, okay. Dus we hebben nu alles gereed. En hij helpt ons dus. Maar hij is gewoon een vriend van ons. Hello. En dat is Sivan. 朋友说你好，你们说你好吧。
Hey! Oké, Sivan is up, Sivan. I mean, Azina, it's your turn. Hello, everyone. Go. We're trying to snowboard. Oh. Azina is very good. Watch her. There she goes. Where? Where? Beep? I cannot see. Yeah, me too. Denar? It's okay. I think no Russian people will watch my vlogs. Yes! Okay. Hey! Dus wij zitten nu even te lunchen. Hoe laat is het? Oh, het is 2 uur. Maakt niet uit, kind. Het is een mukbang. Dus we hebben gisteren zoveel mukbangs gekeken dat we nu gewoon helemaal in die mukbang vibe zitten. Dus nou gooien we ook met eten rond. Kijk hoeveel damp hier vanaf komt. Heerlijk. Ja. Nou, top. So, we are with Jagan. Hello. With these two. With those girls. Waar je niet goed ziet. En daar met die jongens. Nou, okay, I love it. Wij zijn dus nu weer terug in het winkelcentrum. Back shopping again. En kijk wat leuk! We komen binnen en we zien gelijk allemaal lichtjes. Oh my god. De kerstsfeer zit erin. Oh, kijk hier beneden. Ik ken het kind. Dit is echt een van de grootste shoppingmalls die ik hier ken. Dat is niet te omschrijven. Maar het is zo cute. We zijn al zo lang niet meer geweest dat ze nu overal verlichtingen hebben. En het is lekker rustig. Dat vind ik helemaal chill. Echt top dit. Top! Het is vandaag ook de laatste dag dat Bibi een teenager is. Oh my god! Oh ja, poelen weer. Maar oh, en hoe voel je je kind dat dit je laatste dag is? Vertel het even. Vertel even aan je moeder hoe je je voelt nu. Nee. Dus we gaan even lekker shoppen eigenlijk. Om ook een beetje haar laatste dag te celebraten. Gaan we ze ook lekker eten bij Levanta of Levente, hoe het ook heet. Morgen is dan echt een verjaardag. En dan gaan we ook zeker even goed feest vieren. Nee. Dat heb ik zo gezien. Ja. Dus wij zijn nu beland bij Levanta, 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 Levanta. En wij gaan dus even lekker eten. Ik ben een soort van geslaagd. Ik heb spullen van de Forever 21 en van, oh, die winkel ken ik niet eens. New Look London. Maar daar heb ik dus een broek gehaald en die broek die wil ik al sinds ik geboren ben. Oh, ik film alleen mijn mond. Die broek wilde ik al sinds ik geboren ben en nou eindelijk heb ik hem. Maar dat is dus die broek met van die knopen aan de zijkant. Die was bij Zara best wel bekend. Alleen, ja. Ik loop altijd achter de trend, dus toen ik hem eenmaal wilde, toen had de Zara niet meer. En dit kind is depressief, want ze heeft nog geen outfit voor de verjaardag morgen. Arm kind. Maar het is zo cute hier. Ik moet hier een tent opzetten en hier gaan slapen vanavond, want... En dan moet ik met soep en chicken en avocado en meer laten. Deze vibes zijn goed, hè, hier. Dat snap je wel. Waar ik dus ook eigenlijk nog heel graag naar op zoek wil, is een leuk kettingje. Want ik heb eigenlijk al die tijd zoals dit en deze ringen. Het zijn wel allemaal vaste dingen die ik draag, maar het is allemaal niet echt. Dus ik kan bijvoorbeeld niet forever and always dragen, want dan gaat mijn vinger, die valt er ineens af. Ja. Yes, thank you. By the way, yeah, you guys have a lot of like classmates, foreign classmates in your school. Because I saw you last time, right? Yeah. 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 You with another girl. Yeah. No, I was with Angela. Really? Yeah, but I was not wearing. Oh, that's why. Yeah. Okay. Thank you guys for coming. Yeah. I can give you 100% discount. Yeah. Oh, really? That's nice. Thank you. Food coma. Oké, dus wij hebben net gegeten en je kan al zien dat die pasta zit al hier, die bacon zit hier. Hey, it's Bibi's birthday, it's Bibi's birthday, it's Bibi's birthday. Let's go. Hey! 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 Woo!
Wij zijn weer terug bij ons favoriete tentje. Sushi? Wij eten sushi vanavond. Sushi restaurant, wat eerst bij ons op de hoek was en nu ineens 2 kilometer verderop. Maar het is wel mooi, want zeg maar, zijn we nu helemaal uitgebreid. Dus het is een veel groter restaurant. Dit is het eetfestijn van vandaag. En ik ben weer met de vaste, met onze vaste gang. Onze vriend achter Bibi is ook weer arrived, dus... In principe eet u altijd elke maandag met z'n drieën, want... Ik zit gewoon te wachten met die fucking... Kijk, is het nog met je mond dan? Stop. Ik film niet. Ik ben zo irritant, hè. Ik ben nu op een badminton toernooi. Dit zijn mijn supporters. Ik heb net al... hoeveel? 1, 2, 3 wedstrijden gespeeld en al 3 gewonnen. Het is dus zo dat het is een toernooi voor alleen de internationale studenten op deze universiteit. En ik dacht, ik heb zeg maar hier niet gebadmintond in China, maar ik dacht van ik schrijf me daar wel gewoon voor de leuk voor in. Want ja, kan ik ook weer eens een keer badmintonnen. Waar ze het organiseren, dat is in de hal. In de hal van waar ook de Olympische Spelen werd gespeeld in 2008. Dus in deze hal. Ik moet nog even wachten. Ik moet nog even denken. Ik moet nog 1 wedstrijd spelen en dan ben ik klaar. En ik ben net dus een soort van gevraagd om zo meteen tegen een jongen te spelen, want de jongen is blijkbaar ook... ja, speelt ook een beetje net als ik en volgens mij wil hij wel een potje tegen me spelen, gewoon voor de lol. Ik ben wel heel erg moe, want ik was vannacht was ik wel gewoon uit geweest. Want Hartwell was hier in Beijing, dus die had gisteren gedraaid in een club. Dus daar ging ik even heen met een andere vriendin die zeg maar uit Engeland komt. En die is hier ook even voor een tijdje. Dus ging met haar daar naartoe en was super leuk. Ik heb mijn haar veranderd. Yay. Wie is dit? Ik ben gisteren naar een hairdresser geweest. En ik had het al lang in gedacht om zeg maar mijn haar te veranderen. Want ik heb het al een keer in Nederland gedaan. Maar toen had ik vlechten. Maar nu heb ik het dus laten twisten. En het is dus een hele bos. Zo. Maar ik zit nu dus bij Bibi met... Wow, ik zit bij Bibi. Ik zit met Bibi bij Lubas. Helemaal. We hebben weer de Mount Everest besteld. In de vorm van nachos. Sorry, maar dit. Dit. Oh, die guacamole. Dit zijn dus de chicken nachos. Er zit ook zeg maar wat kipstukken op. Zoals hier. Zie je een verdwaalde kip. Oh. Zo lekker. I guess. Approved. En dit is dus... Waar we nu mee... Oh. Zo, het is alweer een tijdje geleden dat ik de camera eigenlijk heb vastgepakt. Puur omdat, ja, ik weet niet, ik ben het een beetje vergeten, maar het is ook best wel druk hier met school. Het gaat wel super goed, ik haal wel goede cijfers allemaal. Volgens mij mijn gemiddelde is nu een 8,2, dus daar ben ik echt super blij mee. En binnenkort zijn mijn final exams. Dus dat betekent dat zijn dan mijn laatste examens. En dan heb ik eigenlijk nog gewoon een hele maand... vakantie. Zo, dus wij zijn weer aan het feesten. Maar we hebben weer besteld onze regular bestelling. Deze kwamen ze gewoon al brengen voordat wij die deur binnenkwamen lopen. Wat ik nog waar ik op wacht is de zalmrol. Maar ik snap niet waarom die altijd lang duurt. Want dat, daar zit alleen een zalmpje in. En de zalmpjes zijn er. Ik ga vandaag de vlecht eruit halen. Ik heb het nog geen week erin gehad, wat ik best wel zonde vind. Maar
ik weet het niet. Ik voel het gewoon even niet meer. Ik begin het een beetje los te raken al. En ja, ik denk zelf persoonlijk dat het gewoon komt omdat het twists zijn en niet vlechten. Dus, mijn hulpje is gearriveerd en wij hebben zeg maar al het eerste deel van mijn haar ontvlecht. Of hoe noem je dat? En nu moet deze kant nog. En dat is best wel een grote bos. Baby's kamer in haar bed. Mijn batterij is bijna leeg. Oh, daar is dat kind. Ik kom even uit de hol vandaan. En vanavond gaan we weer uit, toch? Jawel. Oh, pff, zo. Wat? Dit kind, joh, komt gewoon rustig uit de hol vandaan om te kijken. Kijk hoe eng. Jij bent, joh, dit is de blonde ring. Dit is de blonde versie van de ring. Eeuw, dat was insane. Oké, dit is dus altijd de issue. Dit zijn alle dekens. Het dekbed en dan dit dekentje. Het veilig is hier met een voetje. Een deel onder het deken wel. Ever since I was young, you said I wouldn't be nothing. Now they always say goodbye to the best. Work so hard for God, for tradition. They ain't never.